Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, Romeinen 11. Het is weer oktober, de maand van de grote reformatie. Het is voor mij blijdschap om te denken aan de reformatie. Ik heb de reformatie lief omdat het Gods werk is. Zo had ook mijn vader de reformatie lief. En eigenlijk al mijn directe voorvaderen. De reformatie was ook de grootste gebeurtenis, het grootste werk Gods na de apostolische tijd. En zo was Johannes Calvijn het grootste godsgeschenk aan de kerk. Calvijn heeft hard gewerkt in zijn betrekkelijk korte leven. Heeft hij voor 20 levens gearbeid. Calvijn heeft niet alleen zijn invloed gehad op het evangelie door zijn commentaren over zo ongeveer 75% van de Bijbel, maar ook op de kerkstructuur en daarnaast ook op het onderwijs, en dat heeft hij eigenlijk nog steeds, ook de staatsvorm en de politieke inrichting. Calvijn wilde voorkomen dat er te veel macht bij één persoon terecht kwam en wilde dat bewindslieden verantwoording moesten afleggen aan anderen. Vandaar het parlement. Dat heeft ons eeuwenlang vrijheid gegeven. Waar de reformatie inslag vond, daar werden de volken welvarend. Waar Rome zijn invloed bleef houden, bleven de volken arm. Kijk maar naar Zuid-Europa. Het is onvoorstelbaar hoe groot de invloed van Calvijn is geweest op allerlei terrein. Calvijn wordt wel de man van het millennium genoemd, maar hij was de man van de laatste 2000 jaar. Zijn gelijke is er niet geweest. Toch was hij zeer nederig en liet zich gezeggen. Toen John MacArthur eens sprak voor een groep baptistische dominees, toen kwam er een schampere vraag over Johannes Calvijn. Vervolgens heeft John MacArthur de hele avond alleen over Calvijn gesproken. Wie hij was en wat hij gedaan heeft. Deze dominees waren niet bekend met de grote hervormer. Aan het eind van de avond boden ze hun excuses aan John MacArthur om hun onkunde over Calvijn en de geschiedenis van de kerk. Vooral deze kringen zijn beïnvloed door de Roomse leer om Gods grote werk, de reformatie, teniet te doen. Calvijn heeft rechten gestudeerd aan 3 universiteiten in Frankrijk. Hij had een beurs van de Rooms-Katholieke Kerk. Zijn vader werkte voor de kerk en zijn moeder was ook een zeer gelovige katholiek. En ook was Johannes zelf een toegewijd katholiek. Aanvankelijk wilde hij, toen een vriend begon over Luther's dwaalleer, deze bestrijden en ging zich erin verdiepen. Hij werd echter met kracht door God zelf gegrepen, zegt hij later. Zijn interesse voor de rechtenstudie werd minder, maar Bijbel en reformatie werden voor hem belangrijker. Op zijn 24e kwam Calvijn tot bekering. En op zijn 27e kwam de eerste editie uit van zijn Institutie voor Christelijke Religie. Deze heeft hij door zijn leven uitgebreid en dingen aan toegevoegd. Een echt levenswerk dus. Omdat de vervolgingen in Frankrijk toenamen, besloot Calvijn naar Basel te gaan, waar hij 2 jaar werkte aan zijn institutie. Daarna besloot hij naar Straatsburg te reizen, dat toen Duits was. Doordat een gedeelte afgesloten was, omdat er oorlog was, moest Johannes Calvijn een omweg maken en kwam zo in Genève terecht. Door zijn boek, de institutie, was hij ook al bekend in Genève. Hij werd herkend en Willem Varel kwam hem opzoeken in de herberg waar hij verbleef. Willem Varel werkte hard voor Genève.
Geneve had zich ontworsteld aan de priesters van Rome, maar er was nog geen christelijk besef en veel wanorde in Geneve. Zo zei vader tegen Calvijn: "We hebben een leraar nodig en dat ben jij." "Nee," zei Calvijn, "ik ga verder met mijn institutie in Straatsburg. Geneve heeft je nodig en God heeft je geroepen en je bent vervloekt als je jouw taak ontloopt." En de jonge Calvijn liet zich zeggen. Hij bleef en ging hard aan het werk in Geneve. Hij bracht het evangelie in Geneve en legde het uit. En hij legde er alle nadruk op naar Gods woord te leven. Het woord van God helemaal te gehoorzamen. Was de Romeinse kerk dol geweest op offeranden? Calvijn legde de nadruk vooral op gehoorzaamheid. Hij gebruikte het woord van Samuel. Gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Tegenwoordig hebben veel dominees moeite met 2 preken in de week. Ze krijgen een burn-out of worden overspannen. Calvijn preekte 9 keer in de per week. Op zondag preekte hij 2 keer en iedere werkdag van 6 tot 7, een uur lang, en woensdagavond. Hij wilde de mensen in korte tijd veel van het evangelie leren. De libertijnen werden hem zat en na 2 jaar hard werken werd hij samen met Willem Varel uit de stad verdreven en vervolgde Calvijn zijn weg naar Straatsburg. In Straatsburg aangekomen komt Maarten Boesier naar Calvijn. Hij vraagt hem de kerk van Straatsburg te dienen en dat doet Calvijn dan ook. Hij heeft een aantal rustiger jaren in Straatsburg. Hij trouwt met Idelette de Buren, een weduwe van een Anabaptist. Ze kregen samen een zoon die na 2 weken overleed. Na 3 à 4 jaar in Straatsburg kreeg Calvijn een brief van Geneve om te antwoorden op een brief van de Romeinse kardinaal Jacopo Sadoleto. Deze probeerde de Geneese kerk te overtuigen om terug te keren naar de katholieke kerk. De mannen van Geneve wisten niet goed hoe te antwoorden en vroegen Calvijn dat voor hen te doen, wat Calvijn dan ook gedaan heeft. Ook vroegen ze aan Calvijn of hij wilde terugkeren naar Geneve als predikant. Maar Calvijn antwoordde: "Ik sterf liever 100 doden dan dat ik naar Geneve terugkeer." Maarten Boesier echter zei tegen Calvijn: "Je moet terug, je bent toch Jona niet die voor zijn taak wegliep?" Ook toen liet de hervormer zich gezeggen. Hij zei later dat hij het zag als het woord van God. Teruggekeerd in Geneve ging hij met het volgende Bijbelvers verder, waar hij 3-4 jaar teruggebleven was. Calvijn had de gewoonte een heel Bijbelboek vers voor vers uit te leggen. De eerste 11 jaren had Calvijn veel weerstand in Geneve, vooral de libertijnen, die op een keer dat er avondmaal gehouden werd, binnenkwamen met zwaarden en messen en eisten het avondmaal te vieren met de gemeente. Calvijn kwam toen van de preekstoel en weerde hen eigenhandig. Hij zei: "Deze handen zullen jullie het brood niet aanreiken." Langzaamaan trokken ze zich terug. Veel vluchtelingen kwamen naar Geneve. Veel uit Frankrijk, maar ook uit Engeland en Schotland, waar Bloody Mary regeerde. Ook veel van de overgebleven Waldensen, die al 800 jaar lang door de Romeinse kerk vervolgd werden, gingen naar Geneve. Calvijn leidde veel vluchtelingen op en leerde hen veel uit de Bijbel. De school waar hij dat deed werd de Academie des Doods genoemd, omdat velen terugkeerden uit eigen wil
om het evangelie in een geboortestreek te brengen, wat allesbehalve ongevaarlijk was. Op deze manier heeft Calvijn het grootste evangelisatieprogramma opgezet. Onder degenen die terugkeren was onder andere John Knox, de grote Schottische reformator. Ze gingen de hele wereld over en er werd in die tijd zelfs een gereformeerde kerk gesticht in Buenos Aires. Calvijn had de gewoonte in de taal waar in de Bijbel geschreven was te preken. Het Oude Testament in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks. Calvijn las de Bijbel altijd in context. Zijn uitlegging was dus ook afhankelijk van wat er voor en daarna stond. Er waren geen losse teksten en hij legde de nadruk erop ze zo ook te verstaan. En vervolgens gaf hij ook aan zo naar het woord te leven. Bij de Romeinse katholieken staat de geest los van het woord. Niet bij Calvijn. Geest en woord zijn één. Het is zowel de geest van Christus als het woord van Christus. Calvijn had een zwakke gezondheid. Eens kon hij 9 maanden niet preken omdat hij te ziek was. Hij hoestte veel bloed op. Zijn vrouw stierf voor hem. Hij heeft gepreekt zolang hij kon. Hij werd op een spreekstoel opgedragen, kort voordat hij stierf op 54-jarige leeftijd, door met Gods hulp in die 30 bekeerde jaren zo onnoemelijk veel werk verzet. Nu is de reformatie Gods gave aan de kerk weggenomen. Ook was het een gave aan allen die het bracht vrede en welvaart. De kerken die nog na de reformatie genoemd worden, volgen niet meer de weg van Johannes Calvijn. Al wordt er wel eens met zijn naam gepronkt. Ook de christelijk gereformeerde kerk was al lange tijd afgeweken. Ze waren er als de kippen bij om nieuwe uit Amerika overgewaaide afval over te nemen. Zoals aanstekelijk christendom en de leer van Rick Warren en noem ze maar op. Toen de Passion of the Christ als evangelisatie wilde gebruiken, heb ik afscheid genomen. De dominee ging kwaad weg, die anders er nooit was. Toen wel, hij dacht mij wel om te praten. En ook op de gespreksgroepen dachten velen dat het geloof van henzelf kwam. En op die manier is het natuurlijk ook zo. Het is namelijk geen echt of zaligmakend geloof. Het kan je niet redden. En als je hun wees op de Bijbel, op een Bijbeltekst, dan leggen ze die heel gemakkelijk naast zich neer en luisteren niet naar wat God zegt. Zoals bijvoorbeeld in Ezekiel 36. En let dan op, ik zal. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden en van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u het een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren. Hoe vaak zegt God niet, ik zal. En dit slaat niet op het natuurlijke Israël, want God zegt dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek, maar op het geestelijke Israël, de heilige Israëls, de Heere Jezus, het ene zaad en de bruid van Christus. En dat we zelf onbekwaam zijn, dat lezen we ook in Psalm 14, waar Paulus later weer in de Romeinenbrief
naar voren haalt. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het. Zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heer heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Ze zijn allen afgeweken. Tezamen zijn zij stinkende geworden. En er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers der ongerechtigheid geen kennis? En die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de Heeren niet aan. Vanuit onszelf doen we het goede niet. Wij zullen God niet zoeken. Maar God moet het ons geven. En God doet zijn werk goed aan al zijn uitverkorenen. Wat ook met de reformatie is verdwenen, is dat mensen geen christelijke kijk meer op het leven, op het geheel van het leven hebben. In deze humanistische wereld kijken we vanuit onszelf en niet vanuit Gods perspectief. Toen Martin Bucer tegen Calvijn zei, je bent toch niet Jona die voor zijn taak wegliep, toen ging Calvijn niet zielig doen en het op zichzelf betrekken en zeggen, wat ik doe is toch niet goed, of wat dan ook. Maar hij dacht, spreekt God hier? De mensen zijn moeilijk te corrigeren, omdat ze het op zichzelf betrekken en worden dan al snel vijandig, terwijl het voor hun eeuwig welzijn is. Spreekt God nog tot ons en onderzoeken we de Bijbel? Er zijn natuurlijk veel volle evangelische gemeenten. De charismatischen die denken dat God tot hen spreekt. Maar de Bijbel zegt dat God niet meer spreekt. Dus wie spreekt dan? Ja, de boze. Wie anders? Maar Gods woord kan nog wel tot je spreken. En spreekt altijd wanneer je het leest. Lees het dan. En nog belangrijker, neem het aan wat God zegt en doe het. Dat is de geest van de reformatie. En al liefst uit de Statenvertaling, want veel nieuwe vertalingen zijn corrupt. De reformatie heeft de 5 solas. Sola fide, alleen door geloof. Sola gratia, alleen door genade. Sola scriptura, alleen door de schrift. Sola Christus, alleen door Christus. En solo Deo Gloria, aan God alleen de eer. God heeft de reformatie weggenomen en neemt nu ook veel, of misschien wel alles weg, wat de reformatie heeft gegeven. We zien donkere wolken samenpakken, wat welvaart, vrede en vrijheid betreft. Wie weet eindigt deze wereld in een atoomoorlog die heel de wereld in brand zou zetten. Maar Gods kinderen worden weggerukt uit het gevaar. Misschien zelfs tussen dat de bommen afgevuurd worden en ze op aarde neerstorten. Net als de dagen van Noach en Lot. De grote afval is inmiddels voorbij. De Romeinse kerk heeft nog steeds haar aflaathandel. En enkele protestantse kerken beginnen er ook mee. Geloof in Maria en in de Heilige Vader, de Paus, en in de mis is afgodendienst. En geen afgodendienaar zal het koninkrijk binnengaan. De evangelische kerken hebben een stap teruggedaan op de weg naar Rome. Ze hebben niet de 5 solas, maar roemen in hun eigen bijdrage aan hun redding. Dus de sola Deo Gloria mist. De Romeinse kerk blijft onze vijand en zo ook het Joodse volk, omdat de ware gelovigen, Gods kinderen, hen hebben verlaten. Blijf of keer terug naar de vrijheid van Gods groot werk in de reformatie. Leef in de geest van de reformatie. Lees de Westminster Confessie, de Heidelberger Catechismus en de Dordtse leerregels en ook de institutie van Calvijn.
En dan eindigen we met een tweede couplet van de lofzang van Simeon door Calvijn berijmd. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen.